Bangladesh is een van de meest dichtstbevolkte landen ter wereld. Een land in Zuid-Azië dat 3,5 keer groter is dan Nederland, waar 10 keer zoveel mensen wonen. 1 op de 4 inwoners leeft in armoede. Vooral voor vrouwen en kinderen is het leven vaak zwaar. Bangladesh wordt omsloten door India en grenst ook aan Myanmar. Door de lage ligging ten opzichte van de zee, waarin grote rivieren uitmonden, is Bangladesh kwetsbaar voor overstromingen. Ook cyclonen brengen de bevolking steeds weer in gevaar. Staan gewassen de overstromingen te lang onder water, dan kunnen ze wegrotten. নেদারল্যান্ডের বন্ধুদেরকে বলছি, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করবেন এবং সকলের সহযোগিতায়। Dankzij voorlichting, bijvoorbeeld via muziek en dans, en door EHBO-trainingen en evacuatieoefeningen, kunnen Bengalen zich voorbereiden op klimaatverandering. Sinds 1971 is Bangladesh een zelfstandig en overwegend islamitisch land. Hoe kun je in een land waar nog geen 0,5% van de inwoners christen is, als kerk van betekenis zijn? Daar heb je in elk geval stevige kerkleiders voor nodig. In een opleiding van 3 jaar leren predikanten en kerkelijke werkers Gods evangelie handen en voeten te geven. Garo en pasapashi, je tader je protibeshi royeche, shei protibeshir proti ki bhalobasha royeche, shei bhalobasha ta ashole khub guruttopurno bishoy. In afgelegen gebieden komen christenen samen in kleine dorpskerken. Trainingen voor voorgangers, bijbelonderwijs, kinderwerk en diaconaal werk helpen deze christenen om samen een levenskrachtige gemeente op te bouwen. De kerk heeft een positieve invloed in deze dorpen door bijvoorbeeld mobiele doktersposten, alfabetisering en bijles voor kinderen te organiseren. De kerk traint vrouwen zodat zij meer geld kunnen verdienen voor zichzelf en hun gezin. Dorpen ontwikkelen zich en komen tot bloei. একটি শক্তিশালী মণ্ডলী আসলে প্রয়োজন, এই কারণে যদি একটা শক্তিশালী মণ্ডলী হয় সেখানে আসলে Dank jullie wel voor jullie steun aan en verbondenheid met Bangladesh.